Mijn allermooiste moment van 2019, dat heeft niet per se in de instelling plaatsgevonden. Wat wel heel mooi is dat ik al een stuk of 4 of 5 jongens die ik in een instelling heb gezien of workshop heb gegeven, dat ik ze op straat heb gezien, dat ze gewoon vrij waren. En dat ze dan naar mij toe stapten en dan even een babbeltje maakten. Eén van de jongens die ik dus ook tegenkwam bij mij in de buurt, die echt best wel een alpha mannetje was, die uiteindelijk ging pronken bij zijn vrienden van ja, hij is fotograaf, ik had hem binnen in de instelling, hij is echt een goede fotograaf, als je een fotograaf nodig hebt, laat me weten. Terwijl dat wel echt een van een alpha mannetje was, best wel altijd stoer, en dan nu dat hij eigenlijk aan het pronken is bij zijn vrienden over fotografie, terwijl eigenlijk fotografie helemaal niet op zijn toplist stond eigenlijk. Dus dat was wel een mooi moment van 2019.